Hey, ben jij ook op de bus aan het wachten? Ja, maar het duurt zo lang. Ja, het duurt lang. Eeuwen duurt het. Je staat hier maar, je staat maar. Het gaat zo volgens mij zelfs regenen. Ongelooflijk weer, hè? Wat verdikkie. De hele bushokje is kapot. Ja, dat is vreselijk dit, hè? Wie ben je eigenlijk? Buschauffeur. Buschauffeur. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom allemaal weer bij Map van de Kijker. Ik ben hier met de enige echte Justin, Out YouTube. En vandaag gaan we weer een map spelen die door kijkers gemaakt is. En hij blijkt geweldig te zijn. Wow. Heb je er zin in, Justin? Hij is altijd geweldig. Altijd geweldig. Ja. Goed, we zijn hier begonnen bij een bushalte in de middle of nowhere. Ik heb gelijk gezien dat hier een knop is. Zullen we er maar gewoon op klikken? Durf je dat? Ik durf het. Ik ga erop klikken. Wat gaat er dan gebeuren? Oh! Justin, heb je een beetje zin in... We gaan op zomerkamp! Je doet even roleplayen, Justin. Echt. Het weer is nog slecht. Oh, het regent. Oh, het gaat echt regenen. Het hoort zomer te zijn. Ja, dat is gewoon voor even. We maken er gewoon wat van. Kijk, daar komt de bus al. Waar? Komt de bus eraan? Nee. Moeten we met de bus? Zeg, oh, nee, ik wil niet met de bus. Oh, daar komt hij! Oh, daar komt de bus! Kijk, de bus! Zo, wat een mooie bus. Kijk, wat een mooie bus. En daar komt ook echt aanrijden, joh. Gadverdamme, in de regen. Ik zei het net nog in de intro dat het ging regenen. Ik heb geen paraplu meegenomen. Ik moet dat stukje de bus is er. Oh, dat ziet er wel goed uit. Stappen we de bus in? Oh! Ga jij maar eerst. Nee, jou. Jou de eer. Ga jij maar eerst. Nou, ik ben de buschauffeur, dus... Oh, ja, daarom. Wel instappen. Hallo? Vergeet... Lukt het niet? Nee. Misschien moet de deur open. Hier op de knop klikken. Hier, dat we de deur open doen. Instappen. Instappen, jongens. Ja. Instappen, dan gaan we. Oh, we zitten met de... Oh, dit zijn... Plop, Justin, dit zijn allemaal roleplay characters van deze mensen. We hebben hier Bob, de buschauffeur. Bob houdt van diamonds. We hebben hier Plop. We hebben Kaas. We hebben Jessica, ouwe man. Mubbert, Persley en Ash. Jongens, voor de echte OG-kijkers, kennen jullie al deze karakters nog? Oh, Justin, ik heb deze mensen gemist. Ik heb deze mensen gemist. Ik, denk dat we met iedereen een beetje moeten praten. Zullen we gewoon... Ja, maar zullen we eerst even lekker een uniformpje aantrekken? Moeten we een uniformpje aantrekken? Ja, een uniformpje. Oh, zomerkamp natuurlijk. Ja, ja, zeker. Hier, ik trek wel deze trekker aan. Trek jij die andere aan? Zo, oh, wat zien we er goed uit. Ja, dan kunnen we ook een beetje nat worden. Dan, Justin, zijn we er al? Ja, ik weet niet. Het regent toch heel hard buiten. Ja, zomerkamp en is dit poep weer. Hé. Wie heeft het ook verzonnen? Gadverdamme. Zullen we anders even gewoon een praatje maken met iedereen in deze bus? Ja, maar ik ben verlegen. Ja, oké, dan doe ik het woord wel, oké? Ja, is goed. Zullen we met Mubbert en Persley beginnen? Ja, ik vind het leuk. Ze zien er gezellig uit. Ik begin het woord wel. Het is weer een geweldige zomer. Vind je niet, Mubbert? Nou... Mubbert ziet er niet geamuseerd. Ja, Mubbert praat niet. Mubbert is niet echt van het praten. Oh, die heeft ook geen mond, zie ik. Nee, ik voel je sarcasme, zegt Mubbert. Mubbert knikt. Of zegt Persley. Mubbert knikt. Nou, dat was een simpele conversatie tussen die twee. We gaan wel door naar Ash. Ja, misschien heeft Ash wat tegen ons te zeggen. Ash, hallo, Ash. Hey, heb je er zin in, Ash? Doe even Ash. Hé, wat? Jazeker, ik kan boter eindelijk terugzien. Oh, dus leuk! Ja, hè? Ja, wat leuk. Ja, dat was ook gewoon. Ja, niks, goed gesprek. Dus stomme druif is het ook, hè? Oude man, nou die zou wel een, wat is het, sijzenbroodje willen? Oh, hij slaapt. Worst. Oh, worst. 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 Nou, laten we maar lekker slapen. Laten we met Kaas en Jessica praten hier. Jouw rol. Hey Max en oh, een nieuwe gast. Leuk jullie te ontmoeten. Dit is Justin. Hij komt dit jaar ook naar zomerkamp. Wat leuk! En Kaas komt ook eens met met mijn vriendjes, ja. Ach, hoe leuk, joh! Ja, wat leuk, zeg! Oh, Kaas bloost. Nou, je hoeft niet te blozen, Kaas. Wat een schattig Kaasje is dat ook, hè. Hey, laten we doorgaan naar Plop. Kijk wat Plop te zeggen heeft. Wie is Plop? Plop, Plop, kijk gewoon uit het raam. Oh, ik ga mijn Pop zo missen. Oh, het is een kind trouwens. Ik ga mijn Pop zo missen. Hij is ziels alleen. Het is maar voor 2 weken, Plop. Dat lukt, denk je ook niet? Ja, Plop, maar 2 weken. Het is wel zo mistig. Klimaatverandering. Tja! Waarom begin jij ook weer over klimaatverandering? Dat weet ik ook niet. Het regent. Het klopt niet in de zomer. Bob de chauffeur. Laten we even met hem wat hij te zeggen heeft. Ja, maar hij is aan het rijden. Je moet niet storen. Ik heb diamonds gekregen voor kinderen. Ophalen. Jippie. Hoe ver is het nog? Niemand weet. Ver. Ja, maar hoe ver, Bob? Hoe ver is het nog? Is het 1 meter? 2 meter? Oh, hij negeert ons en hij staart naar de diamonds en hij rijdt... prima, weet je? We kunnen ook eentje jatten. Nee. Laat de diamonds maar met rust. Hé, laten we even kijken of... Oh, ik denk dat we er zijn, Justin. Gadverdamme, in de regen. Ik wil naar binnen. Ik wil niet meer. Bob, laat ons met rust. Ik wil terug de bus in. Bob. Ik ruik... Diamonds, ik diamond ruik. Excuseer? Zee, meer diamonds, Bob staart naar de verte. Wat is er in de verte? Een boom. Er is inderdaad een boom en meer niet. Zover is het niet. Ik kan het zeggen. Er is een boekje, tip. Oh, laten we de tip maar... Nou, ik denk dat het tijd is om te beginnen, Justin. Wat moeten we doen? Diamonds. De zomerkamp. En ik weet niet, hij zegt zeemeer, diamonds, Bob staart naar de verte. Oh, nou, is goed. Pad volgen? Nou, laten we het pad maar volgen inderdaad, hè. Ja, een goed idee, hè. Prachtig pad dit, Justin. Heb je ook zo'n zin in? We gaan... Doei, camera. Doei. Wat is hier? Wat hebben we? Oh, een brood. We hebben brood. Lekker. Hey, laten we gewoon het pad volgen. Even kijken waar het ons leidt. Helemaal nat geregend inderdaad, het brood. Ja, wat een vies poep weer ook gewoon hier. Ja. Hé, hey, we zijn er al. Joh, wij waren de laatste uit de bus. Volgens mij waren we in slaap gevallen, want iedereen is er al. Ja, zomerkamp in de regen. Het is ook niet te geloven, hè. Hé, hey, zullen we even een rondje doen? Nog. Wat leuk. Onweert het? Ik zie geen onweer. Ja, buiten hoor ik allemaal onweer. Oh. Oké, laten we even kijken. Muppet en Pursley. Die zit in huis nummer 3. Zullen we met ze kletsen? Ja, maar die hebben niet zoveel te vertellen, maar is goed. Nee, we gaan wel even kijken wat ze te zeggen hebben. Wat een kou! Ik voel mijn eigen hand al niet meer. Muppet pakt Pursley's hand. Oh, wat lief inderdaad, ja. Hé. Wat een schatjes zijn het. Dank je. Ik heb gehoord dat we morgen moeten gaan zwemmen in het meer. Godverdamme, zwemmen in het meer? Wat? Oh, wat? Ja, die moet even enthousiast zeggen. Wat? 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 Verschrikkelijk, hè? Ja, inderdaad, Pursley. Helemaal verschrikkelijk. Wow. Ik heb niet eens een zwembroek mee. Die heb ik niet eens bij. We gaan op zomerkamp. En niet aan, niet aan gedacht gewoon. Vergeten. Helemaal mijn schuld. Nou, laten we kijken wat is dit. Maak zeker jullie tent op. Of slaap met... Oh, we moeten onze tent opmaken, Justin. Oh, nee. Oh, nee. Met muggen? Oh, nee. Ja, we moeten de tent opmaken. Doe jij de tent opmaken en dan ga ik wel even met de mensen een beetje kletsen, oké? Moet ik in mijn eentje een tent gaan opmaken? Ja, dat lukt je denk ik wel. Jij bent de boer die jij kan kamperen. Ik ga wel met mensen praten, ga jij de tent opmaken. Alle magisch. Oké, gaan we wel even leuk maken, ja. Ja, ik ga even kijken wat de oude man te zeggen heeft. Doe jij de stemmen, Justin, van de mensen? Hallo, ik ben zeker 16. Juist. Wat doet u hier? Ik had gehoord dat we hier worstenbroodjes hadden, maar met deze mist zie ik niks. Ik heb nog geen... Ik doe wel voor jouw lijn ook. Ik heb nog geen kantine gezien. Worstenbroodjes? Oh, heel zielig. Oké, geef worstenbroodje. Ik heb geen worstenbroodje. Hebben we een worstenbroodje voor hem? Nee, ik ben een tent aan het bouwen. Ja, oké, doe jij de tent maar. Ik ga... Weet je, ik help wel gewoon even met de tent. Gaan we zo meteen wel met iedereen praten. Ja. Mag je mij wat blokken geven? Kan ik helpen? Hier. Maak wat. Maak wat? We moeten samen een tent maken. Ja, oké, sorry. Weet je, we gaan gewoon een simpele tent maken. We maken hem gewoon echt zo, weet je? Zo, en dan kijk, doen we die erop. Hier. Eerst doen we een beetje zo. Ja. We gaan gewoon een hele makkelijke tent gaan we ervan maken. Ik zie dat je dat vaak hebt gedaan. Hoezo? Een tent maken? Jij bent echt een kampeerder. Ik ben een kampeerder. Deze moet wel weg. Die moet weg. Ja, die moet weg. Dat doe ik dat wel. Ja, die moet weg, hè? Ja, sorry. Dat kan niet. Welk bed wil jij? Jij mag kiezen. Doe jij het interieur, maar ik maak de buitenkant. Oh, mag ik? Ik zet hem op. Ik mag gewoon het interieur doen. Jij mag gewoon het interieur doen. Dat is helemaal gewoon jouw ding. Oké, dan sla even kijken, hoor. Nu vind ik... Ja, zo. Show. Nou, wat een prachtige tent is dit, hè, Justin. Zo. Ik voel echt de zomer. Ik voel echt de zomer, inderdaad. Ik ben wel blij dat we dit hebben. Zullen we de achterkant wel dicht doen? Gewoon zo. Ja, dat is een goeie. Dat we even lekker ook gewoon veilig in de tent kunnen chillen. Kijk, oh, lekker knus ook weer, hè? Ja, een mooi schilderijtje. Een mooi schilderijtje. Wat heb je nog meer? Ik heb nog lampje. Oké. Doe ik ook eentje aan het plafond. Ja, laten we die dan weghalen hier. Of heb je geen pickaxe? Nee. Oké, dan staat hij vanaf nu daar. Is dit onze tent? Ja, maar ik heb ook nog een mooi schilderij voor boven jouw bed. Prima. Nee, dat is goed zo. Ik vind het mooi als hij door de banner heen gaat. Met een visje. Is leuk. Maar... Ik heb nog meer, hoor. Wacht even. Ja, doe jij even lekker inrichten. Kijk, dan doe ik gewoon even zo. Die hier en die hier. Ja, Justin, wat een gezellige tent, hé. Ja. Kunnen we gewoon... We kunnen ook slaan, hè. We gaan niet slapen. We gaan het wel gewoon uithouden. Ik weet niet waar ik met modder moet, maar... Nou, vies modder hebben we niet nodig. Ja, oh, die trapdoors die kunnen we trouwens wel leuk gebruiken nog. Kunnen we het nog een beetje detail geven, zo. Zie je? Kijk, hier. Zo. Kunnen we het nog een klein beetje, kunnen we het gewoon mooi maken. Wil jij een schep? Nee, oh, dan kan jij het pad maken. Doe maar even een pad. Oh, ik maak wel een mooi pad, ja. Wil jij even een mooi pad maken? Die weg, hier. En die weg. De meest lelijke tent die ik ooit heb gebouwd, denk ik, in Minecraft. Maar een tent is een tent. Wat? Oh, dat is gevaarlijk. Dat is gevaarlijk. Dat is gevaarlijk. Ja. Kijk, een klein beetje modder, want we zijn wel een beetje vies. Zo, nou dit is toch helemaal top, Justin? Ja, maar kom in de tent, word nat. Dit is toch helemaal, doen we die ook nog hier? Kijk, wat een gezellige tent hebben we gecreëerd. We kunnen onze spulletjes wegdoen. Hey, zullen we deze avond wel nog even gezellig spenderen door met mensen te kletsen? Ja, maar één ding. Er stond wel dat het tegen muggen moet zijn. Is het toch? Nee, maar het regent. Muggen worden nat en die kunnen dan niet meer vliegen. Dus komt goed. Zo, ja, komt goed. Wij hebben tent 2, moeten we even onthouden. Hey, we moeten een worstenbroodje, als we die vinden, moeten we die even aan een oude man geven. Intussen gaan we af met kaaskletsen. Ja, die houdt van worstenbroodjes. Komt-ie. Kaas, wat heb jij te zeggen? Hey, jullie twee, help mij! Oh, moet ik jullie kaas helpen? Wat is er? Wat is er gebeurd, Kaas? Niks ergs. Ook doe jij maar trouwens. Maar ik wil graag een speciale bloem voor mijn liefje vinden. Die groeit alleen maar in dit bos. En laat me raden, wij moeten die halen. Oké, laten we dan even klus voor klus doen, anders vergeten we wat we moeten doen. Een worstenbroodje en een bloem. Wat voor een pitcher plant was het, hè? Ja, en een worstenbroodje. Oké, laten we in de bossen gewoon een pitcher plant zoeken. Dat is zo'n mooie nieuwe bloem, is dat? Ja, en waar... die moeten we aan Kaas geven, voor zijn liefje. Maar waar konden we die worstenbrood vinden dan? Ja, dat is mijn... Misschien kan je opnieuw met Bob praten. Ik ga even met Bob praten. Ja, ik ben in de tussentijd in de bossen aan het rondrennen op zoek naar de pitcher plant. Oké, Bob is vrij stil vandaag. Ja? Ja, Bob heeft er niet zoveel zin in. En Bob die weet niet zo goed dat hij moet doen. Op oude man. Oh nee, wacht, ik zit met de verkeerde je moet oude man. Nee, Bob is de buschauffeur. Ja, nee, oude man heeft niet zoveel zin om te praten. Nee? Nee. Nou, dan moeten we gewoon een worstenbroodje. Dat is het gewoon, vindt een worstenbroodje. Ik ga wel even bij Destiny in Midnight kijken. Ja. Maar niet met ze praten, nog niet met ze kletsen. Nee, met een worstenbroodje. Misschien ligt die wel. Oh, je kan het zeggen, als ze met ze kletsen, dan willen ze ook weer wat van ons. Ja, ze willen allemaal wat van ons. Zomerkamp en dan willen ze allemaal wat van ons. Oh, ik heb een pier gevonden hier. Ik ben niet van kijken wat ik allemaal bij de pier kan vinden. Wie weet vind ik wel een worstenbroodje in de pier. Oh, lekker. Hier hebben we kisten. Even kijken. Er zit niks in. Hier zit ook niks in. Moet ik helemaal in de regen dingen gaan zoeken. Gadverdaddy. Eng schilderij. Eng schilderij? Ja, dat is vrij eng dit. Lijkt wel een selfie van ons twee. Wat? Ja, nee, een selfie? Ja. Nee, een mooie selfie. Hoe hebben ze die te pakken gekregen, die selfie van ons? Toch al die privé was? Nee. Ik heb alles openbaar staan. Oh. Ik heb nog geen pitcher plant gevonden. Niet? Nee. En ik ben echt in de bossen aan het zoeken voor mijn leven. Ja, zoek je goed? Ja, ik zoek heel goed. Oké, nee, dat is goed. Moet ik ook even helpen zoeken? Ja, doe jij maar even helpen zoeken. Ik help wel even zoeken. Hé, ik heb hier een soort geheime... Oh, jeetje! Justin! Ja, wat is hier allemaal? Een hele geheime hangar heb ik gevonden hier. Jeetje. Ja, maar die ga ik nog heel even bewaren. Ik onthoud dat die hier is. Ik denk niet dat ik hier de pitcher plant ga vinden namelijk, als ik het zo zie. Je weet het nooit, hè? Maar dit is echt een mega hangar. Alsof hier vroeger ook een legerbasis heeft gezeten. Ziet er wel heel mysterieus uit. Een ongevallen boom hier op pad. Ik vind het toch wel jammer dat het regent. Ja, dat vind ik ook jammer. Ik hoop dat het snel stopt. Ja, ik weet niet wat de weersvoorspellingen zijn, maar... Zomerkamp dit en dan regent het. Het is net Nederland. Wel realistisch. Ja, dat is waar. Justin, ik ben hier maar door de regen aan het slenteren. Oh, waar ben je, Justin? Ik ben hier. Justin, waar ben je? Ik ben er verdwaald in het bos. Bij die boom. Oh, ik kom eraan. Ik zie je al. Ga ik nou serieus... Justin, als ik hem niet gevonden heb, ik heb bijna een rondje gelopen. Dan mag jij op zoek naar de pitcher plant. Is helemaal goed. Hé, Justin. Nee. Heb je al een worstenbroodje gevonden? Nee, ik dacht misschien ligt hij nog in de koffer van de bus of zo. Maar... Oh, goeie. Ja, maar dan ligt hij niet. Heb je al in de tussentijd een bloemetje gevonden? Oh, wat is dit? Het brood. Heb je hier het broodje? Moet je die niet meenemen, Justin? Voor het worstenbroodje. Is dit niet het worstenbroodje? Of is dit gewoon een broodje? Nee, ik weet het niet. Dat natte, doorweekte broodje wat we hier bij die boom hadden gevonden. Oh, dat lekkere, natte. Ik zou ook hem meenemen. Neem hem maar mee. Maar geef hem maar nog niet. Misschien is het hem namelijk niet. Maar voor de zekerheid, weet je? Nou, is goed. Je kan hem ook trouwens misschien wel aan hem geven. Misschien is hij er wel blij mee. Ja, misschien. Lekker doorweekt broodje. Wel wat. Heerlijk. Ik ga hem geven. Oh, een worstenbroodje. Ja, het was het. De oude man schok. Oh, dat was hem dus gewoon. Oh, hij heeft hem opgegeten, dus hij heeft zoveel trek. Nou, dat was een spektakel, zou je... Godverdorie, wat mooi. Wat krijgen we ervoor terug, oude man? Niks. Gadverdoepsinariken. Nee, oké, laten we dan twee dingen tegelijk doen, telkens. Dan die van Kaas blijven we doorzoeken. Zullen we Ash nu doen? We gaan Ash zoeken. Ash die kijkt naar boter. Alsof je... ik denk dat Ash jaloers is of zo. Laten we even kijken. Of zin in boter. Shh, geen geluid maken, hij mag me niet zien. Oh jee. Justin, kom. Wat ben jij aan het doen? Naar mijn kruisje aan het kijken. Is jij niet mooi? Oh ja, ik snap wel. Ik zou ook verliefd zijn op boter. Ja, heerlijk. Een lekker pakje boter. Is Plop niet 10 of zo? Plop? Plop? Oh, je kijkt naar Plop daar. Nee, die kleine... Oh, ik kan het zeggen. Plop? Blop. Ze bedoelt wel boter. Boter? Trouwens, ik snap het. Staat nou hoe boter zijn tent opzet. Oh mijn god. Ash is helemaal verliefd. Laten we Ash maar met rust laten. Ja, Ash is verliefd. Gerard en Arthur. Ik vind deze mist maar niks. Voelt raar. Mist? Ik zie geen mist. Dat is gewoon omdat je bijgelovig bent. Oh, hou je mond. Wat zijn we weer lief vandaag. Altijd. Ik vind Arthur en Gerard maar een beetje... ja, rare mensen. Rare mensen zijn het. Oké, laten we naar Boter gaan. Boter heeft denk ik niet zoveel te zeggen. Die is gewoon druk bezig. Boter heeft niet zoveel te vertellen, nee. Laten we Boter maar met rust gaan. Boter en Plop. Wat is er, Plop? Plop, Plop. Wat is er aan de hand? Woe! Ik wil op avontuur. Oké. Dat was het ook gewoon. Oh nee, niet. Ah, dat lijkt me geen goed idee met deze mist. Justin, zie jij mist? Nee, maar het is heel mistig, zegt Plop. Ja, maar als het beter weer is. Plop, ga maar als het beter weer is. Het is voor nu, hoef je even niet te gaan, oké? Oh, Justin. Het is gewoon gestopt met regenen. Wat heerlijk. Oh, nu gaan we even dat bloemetje kunnen we met alle liefde zoeken. Ja, dan is hij misschien ook niet zo nat. De pitcher plant, ja. En Plop wil morgen als de mist die mensen zien allemaal mist die wij niet zien, denk ik. Ja, het is verschrikkelijk. Ik ga in de tussentijd even met Jessica praten, oké? Kijk wat zij wil. Ik vond Jessica in het verleden nooit leuk. Nee, hoezo niet? Hey, pst, hier zo. Wat is het? Wat is er, Jessica? Ben je leuk geworden ineens of ben je nog steeds niet leuk? Wat denken jullie dat er nu weer gaat gebeuren? Hoezo? Wat gaat er gebeuren? Oh, wacht. Ik heb het al aan je vriend uitgelegd. Heb je het al aan je vriend uitgelegd? Wat? Wat uitgelegd? Ja, wat is er aan de hand, Jessica? Das voor Cervus. Cervus? 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 Ik voel het al misgaan en ik had Kaas net gezien. Zucht. Wat is het? Waar heeft ze het over? Komt goed. Deze keer zal het wel anders zijn. Ja, Max. Oh, jij vorige keer was Kaas vermoord. Het is nooit anders, maar bedankt voor je optimisme. Let goed op jezelf. Jij ook, Jessica? Ik vertrouw Jessica niet. Nee, maar... Ik vertrouw Jessica niet. Kaas was vermoord, maar... Nou ja, dat is de toekomst. Ah, dat is de toekomst. Hebben we hier nog... Waarom hebben Midney en... Destiny een huis. Dat is gewoon een hele mooie tent. Zullen we even met ze kletsen? Dan hebben we met iedereen gekletst in de tussentijd. Ik kom ook even kletsen. Zeg, dan hebben we met iedereen het al gehad nu. Destiny en Midney, hoe komen jullie nou weer aan huis? Ze hebben dat meen je niet. Onze Charlotte heeft een lekker dak. Oh, wat belachelijk. Hebben extra voor betaald. Zie je het in een positief licht? We hadden tenminste een limo-rit. Komen zij met een limousine hier? Verwende wijven dat jullie zijn. Ja, veeg de druppels van de vloer met €100 budgetten. Het is een rijke stinkers dit. Jongen. Als ze ook nog aan ons gevraagd om het dak te fixen, dan stik ze er maar in hoor. Dat durven ze niet. Ik kan zeggen, dat durven ze niet. Oké, laten we dat bloemetje vinden. Dat is denk ik de enige taak die we nog hebben, hè? Ja, we hebben gewoon een stapelbed, hè? Ja, ongelooflijk. En wij moeten onze eigen tent maar opzetten en bouwen en bloed, zweet en tranen erin stoppen. En zij hebben gewoon een huis. Een chalet. Een chalet? Een chalet. Gewoon met een lekker... Ik hoop dat ze verdrinken in het lekkende dak. Zo. Door het lekkere dak. Ik ga hier even de steen op. Misschien dat hij hier bovenop groeit. En jij zegt dat Jessica niet leuk is. Nou. Ja, maar Jessica is ook gewoon gemeen. Ah, oké. Jij ook. Dat heb ik van Jessica geleerd. Oké, ik kan de steen niet op. Plop wil op avontuur, maar die moet maar even wachten. Ja, Plop moet gewoon even geduld hebben, ja. We gaan even een pitcher plant vinden voor onze lieve Kaas. Gewoon. Kaas die wilde een pitcher plant hebben voor zijn liefje. Wie is Kaas zijn liefje? Weet je dat? Dat ben jij. Ben ik zijn liefje? Ja, dat zou zomaar kunnen, je weet het niet. Oeh, dat zou ik wel heel leuk vinden, maar ik denk niet dat het wederzijds is. Ik vind hem wel schattig en aardig, maar mijn liefje is het nou weer net niet, weet je? Nee. Nee, het is niet mijn liefje. Waar ben ik nou weer beland? Die was je ook al, bij deze loods. Ja, die loods, die is cool, hè? Ja. Ga jij maar even in de loods kijken voor de zekerheid. Ja, maar misschien is die bloem hier wel, hè? Ja, misschien, ja, hij zei dat hij in het bos groeide. Ik ga dat meer even goed bekijken, daar ben ik nog niet eerder geweest. Check jij het meer nog even goed? Ik vind het hier wel vrij donker. Ja, het is spannend hoor, in die loods. Kan het niet even gewoon een lampje installeren of zo? Ik ga hier het meer even bekijken. Die dingen groeien volgens mij niet ondergrond. Maar misschien is hier, of onder water, maar misschien is er een ondergronds... wat is het? Ik heb hier wel vishengels. Oh. Oké, ik ga het meer even in. Even kijken of ik wat kan vinden in het meer. Heb je zwemdiploma? Ja, ik heb een zwemdiploma, geen zorgen. Maar ik heb niet meer zwembroek aan. Oeh, nu wordt mijn kleding nat. Oh, ik heb hier iets gevonden. Ik weet niet precies wat dit is. Ik heb hem! Ik heb de bloem! Oh, dat is ook heel mooi, helemaal met details en mooi. Een heel altaar lijkt het wel. Een hele speciale bloem. Moet ik wachten op jou of zou ik hem gewoon pakken? Pak hem maar, ik ben gewoon pakken. Ja, ik pak hem gewoon. Ik zit alweer lekker bij het kampvuur samen met oude man. Oh, mijn god, ben ik blij hiermee. Wordt het inmiddels nou ook al gewoon de volgende dag? Lijkt het van wel, hè, of niet? Ja, nee, het is avond nog steeds trouwens, laat maar. Oh, ben ik blij dat ik de pitch gepland heb. En dat was best wel dichtbij uiteindelijk. Ja? Dat was gewoon midden in het bos, was die. Nou, zal ik hem aan Kaas geven? Geef jij maar een Kaas. Ik ga hem aan Kaas geven. Kaasie, hey, komt-ie? Helemaal voor jou, jongen. Wie wordt zijn liefje dan, hè? Ja, wie is zijn liefje? Oh, dank u, Jessica. Jessica? Jessica? Nee, Jessica. Ja, Kaas, je kan zoveel beter. Yeah. Kaas, jij verdient echt beter. Jij verdient echt beter dan Jessica. Hé, wat nu? Ja, klopt wel. Op avontuur. Die misschien... Ja, morgen, zei hij. Misschien dat we maar gaan slapen dan? Laten we gaan slapen, ja. Maar slapen. Ja, of hebben we nog niet met iedereen gekletst? Ik denk het wel, hè? Net wel. Het gevoel alleen nog niet met Boter. Maar Boter die heeft... Niets te druk voor ons, denk ik. En die heeft niks te vertellen. Nee. Ah. Dutje doen dan maar. Ja, laten we dan maar proberen een dutje te doen, inderdaad. Welk bed wil je? Ik wil geel. Ik ga oranje. Goeie... Oh. Ik kon niet slapen, Justin. Nee, ik werd ook wakker van de onweer. Justin, ja. Kom eens hier. Kom eens hier, Justin. Kom eens gezellig hier naast mij staan. Ik heb even goed nagedacht en volgens mij wilde Bob nog een diamond. En hij zei iets over een meer, toch? Weet je nog precies wat hij zei? Hij wou iets met meer. Iets met meer en ja, diamonds. Ik denk dat er hier in dit meer ergens nog een diamond ligt die we voor hem moeten halen. En dat is misschien onze laatste taak in dit meer. Dus laten we zoeken. Ik ga zoeken onder de brug. Want ik denk altijd dat onder de brug iets ligt. Ik ga gewoon rondjes varen. Varen zelfs. Varen inderdaad, ja. Nou, trouwens, ik ga ook wel zwemmen. Nou, dat maakt niet uit hoor. Maar... ik denk dat hier nog ergens een diamond of zo misschien ligt of begraven is. Of in een kist, in een barrel. Hij vertelde iets over een meer, die Bob. Heb je al nieuws? Ik heb nog geen nieuws. Ik vind water wel lekker schoon, moet ik zeggen. Lekker, ja, het is lekker schoon meer is dit, hè? Ja. Zie je niet. Wat zijn die vieze meren heb je? Ik had wel een duikfles kunnen krijgen voor dit. Oh! Zie meer diamond! Waar ben je? Hier in het water. Ik kom boven. Zie meer diamonds, ik kom eraan. Je komt eraan. Hier, emerald, allemaal spulletjes. Oh, Justin, dat is waarom jij de goede padvinder bent. Ik ben een heel goede padvinder. Inderdaad. Zullen we alles meenemen? Alles meenemen. Ik neem alles en dan doe jij de diamonds, oké? Dat doe jij het belangrijkste, waar het om draait. Oh, ik hou de rest wel bij me. Oké, dan gaan we snel terug, gaan we dit aan Bob geven. En ik denk dat we dan elk klusje van de avond gedaan hebben. Kunnen we eindelijk naar bed en hopelijk is het morgen een keertje goed meer. Ja, maar Plop wil op avontuur. Snap je meer? Ja, Plop wil op avontuur. Ik wil ook wel samen met Plop op avontuur. Ja, ik ben ook wel weer. Het lijkt me ook wel gezellig. Justin, opschieten. Bob is op ons aan het wachten. Ja, maar ik ben niet zo snel. Kom doorrennen, kom doorrennen. Bob die wacht op ons. Hey, Bob. Hey, Bobber. Geef jij hem aan hem? Alsjeblieft. Alsjeblieft, Bob. Hey, kunnen we dan eindelijk naar bed? Zeemeer Diamond. Ja. Yeah. Ja, Bob, inderdaad. Graag gedaan. Zeemeer Diamond. Oké, rustig. Rustig. Nee, maar klaar om te ploffen. Nee, je gaat nu echt om. Laten we gewoon naar het kamp gaan, inderdaad. Ja, Bob laten we maar gewoon naar het kamp gaan, inderdaad, Justin. Ja. Ik vind Bob een beetje eng. Hij lijkt wel ready om te ontploffen. Nou. De nacht valt, ja. Nou, oh! Ik lig in bed. Ik lig ook lekker in bed, denk ik. Ik zie het alleen niet. Goedemorgen, Justin. Nou, nee! Mijn tent is ingestort! Mijn tent! Justin! Nee! Onze tent! En de rest staat nog, wat is dit? Hoe kan onze tent nou weer ingestort zijn? Ongelooflijk ook weer, Justin. Al ons werk. Al ons werk helemaal naar de knoppen. Justin, hoe gaan we dit nou oplossen? Onze hele tent is gewoon aan gorten. Jij moest ook die tent bouwen, ik ben daar niet goed in, hè? Nee, maar jij wou het heel... Je pakt er gewoon mijn spullen af, hè? Dat ben jij. Nee, je gaf het aan, maar jij wilde het niet bouwen. Ik zei nou, jij bent de tent te bouwen hier. Ja, maar ik heb hem ingericht. Ja, je hebt hem ingericht. Nou, de hele inrichting, die is waarschijnlijk helemaal onder de modder nu. Alles is nat geregend, ik heb ook slecht geslapen. Je kan het zien aan me, ik heb geen ogen dicht gedaan. Ja, ik zie het. Ja, dat is moeilijk, hè? Ja, moeilijk. Ja. Oh, moeie ogen. Ja. Goed, jongens. Ben je nou benieuwd hoe Justin en ik dit avontuur gaan voortzetten? Hoe wij onze tent gaan herstellen? Dan moet je zeker even wachten op de volgende video. Klik nu op dat duimpje omhoog. Klik ook op die abonneerknop. Ga ook lekker naar Justins kanaaltje. Weet je wat, Justin? Ja. Kijk, wow, dat is gewoon jouw kanaal. Dat is gewoon een video van jou, jongens. Kijk zeker even Justins kanaal en een leuke video van Justin. En nu spreek ik later. Glaasje water, tot wie plezier en tot de volgende keer.